Welkom bij de bloeiproeven van Schoneveld Breeding. De Primula Acaulis, Paradiso, Mid-Early Midi en de Mid-Early Mini. In deze bloeiproef hebben we dus de Mid-Early en de Mid-Early Mini. De Mid-Early is beschikbaar in 11 kleuren, waaronder deze nieuwe kleur, de Cream Yellow. Hier staan we bij de Mid-Early Mini. Hiervan zijn 9 kleuren beschikbaar. Even een kleur uitpakkende, dat is deze Lemon, waarvan de bloemen zeer goed houdbaar zijn. In de Pink hebben we 2 lijnen die we zelf als proef beschikbaar hebben. Dat is de normale Pink en de Pink die wat donkerder is met een edge. Bij de bloeiproeven van de Paradiso hebben we ook een vergelijkingstafel staan, waar alle genetica die uit gekweekt worden in de wereld hier bij elkaar staan. Om een goed vergelijk te laten zien is bijvoorbeeld, dit is een Paradiso en dit is een uit een andere serie. Je ziet de Paradiso's, die zijn ook duidelijk een geslacht van vakken. In de Mid-Early's hebben we 2 nieuwere kleuren voor sampling. En dat is zeg maar de Wine Red. Een hele mooie diepe Wine Red kleur. De volgende kleur in de Mid-Early die we ook zeg maar beschikbaar hebben als proef, dat is de Mid-Early Salmon. Qua veredeling in de Paradiso hebben we gezorgd dat de plant dus compact is in zijn opbouw. Maar de bladeren staan echt duidelijk niet over de pot heen. Daardoor minder geelblad en minder papier. In de bloeiproef van de Paradiso doen we de manier van het opkweken in 2 manieren. Zowel geremd als ongeremd. Hier ziet u de Paradiso ongeremd. Hier zijn we in de andere kast van de Paradiso bloeiproeven en hier zien we de geremde versie. In deze bloeiproeven, naast dat we vergelijkingsproeven hebben van alle genetica, doen wij ook veel teeltproeven. Hier laten we bijvoorbeeld zien de Paradiso Mid-Early Mini, 60 per vierkante meter. Hier hebben ze gekweekt op 40 per vierkante meter en daar staan ze in een 6 centimeter potje zelfs. Helemaal vooraan hebben we nog een 12 centimeter Mid-Early. Hier even een klein voorbeeld wat wij hier uitgeprobeerd hebben. Dit is zeg maar de 9 centimeter Mid-Early Mini, 60 per vierkante meter en deze 40 per vierkante meter geteeld. Daarnaast hebben we de 12 centimeter pot waar we de Mid-Early in hebben staan. Zie je het verschil?